MG van dit model kom je niet vaak tegen. En een houten MG helemaal niet. En helemaal niet iemand die dat bouwt. Maar Peter, jij doet dat wel. Hoe kwam je op dat idee? Ik was op een meeting van deze auto's in Engeland, althans MG's. En daar zag ik foto's dat er van dit type 3 Woody's zijn geweest. En ik was klaar met een andere auto. Toen dacht ik, goh, ik moet wat te doen hebben. Ik wist deze in Nederland te staan. Die lag helemaal uit elkaar. Echt helemaal uit elkaar. Motor, alles, alles lag uit elkaar. Al vanaf 1979. Dus nu bijna 35 jaar. En die heb ik toen gekocht. En aan de hand van de foto's die ik dus in Engeland gezien had van de 3 Woody's die daar waren. Van de MG VA. Die alle 3 verschillend waren. Ben ik toen begonnen eerst om het technische gedeelte te doen. Veren, motor, remmen, schokdempers, etc. En daarna ben ik begonnen met het ontwerp te maken voor de Woody. Omdat de 3 in Engeland alle 3 verschillend waren, vond ik vrij veel vrijheid van handelen. Maar werd het niet makkelijker van. Het was dus een saloon. Die liep dus helemaal door naar achter. Dus dat hele achterstuk ontbrak. Er zit een schuifdak in. Ik heb hem achter het schuifdak doorgezaagd. En toen heb ik een helemaal frame gemaakt, een testframe, zeg maar, van vurenhout. Om te kijken of het mooi kon worden. En of ik het sterk kon krijgen en zoveel mogelijk de problemen van tevoren tegen te komen, te tackelen. Toen zijn een aantal jongens, vriendjes van mij gekomen en zeiden, nou, je moet toch een beetje dit, je moet een beetje dat, een beetje zus en zo. En daar is dus eigenlijk het definitieve concept uit ontstaan. En toen heb ik het in het eraf gehaald. En in, dit is essenhout, in essenhout heb ik het weer opgebouwd. Waarom essenhout? Essenhout heeft eigenlijk dezelfde sterkte als eikenhout, maar essenhout is flexibel. En het is relatief niet zo zwaar. Hangt een beetje vanaf waar je het koopt, waar het bossen vandaan. Dit hout komt overigens uit het Amsterdamse bos. Essenhout uit het Amsterdamse bos. Maar is heel sterk en heel makkelijk te bewerken. Of niet zwaar te bewerken, maar het is een hele mooie lange draad. Er zit nauwelijks een noest in. Dus je kunt heel mooi je werk maken. Welk bouwjaar is deze auto eigenlijk? Deze auto is voorjaar 1937. Ze zijn van eind 36 tot 1939 gebouwd in Engeland, de MGVA's. Want toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Engeland in 1939, toen ging alle brandstof op de bon en de auto's dus op de blokken. Maar waar hou je alle materialen vandaan? Behalve dan het essenhout uit het Amsterdamse bos. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat de hele auto compleet was. Hij lag wel helemaal uit elkaar, maar hij was helemaal compleet. Er zit in Engeland één man die dus speciaal dit soort types MG doet. Heeft veel onderdelen. Maar een hele hoop dingen die je na wil laten maken, kun je eigenlijk net zo goed in Nederland laten doen. Want dan zit je niet met het probleem van de haringvijver ertussen en je kunt ergens terugkomen. De motor is bijvoorbeeld in Nederland overhauled en dat gaat perfect. Ja. Heel kwalitatief, heel goed. Ja. De eerste paar jaar heb ik er dus niet zoveel aan gedaan. En ik ben eigenlijk de opbouw, dus het laatste stuk, het moeilijkste stuk, is 3 jaar. Maar het meeste is denkwerk. En zo verzaagd, want alles blijft in zicht, hè? Dus je hebt zo verzaagd wat je verkeerd doet. Nee, maar de mooiste uitdaging is dus om mooie, strakke verbindingen te krijgen. De lijnen goed te houden. Het moet allemaal passen. Want hier krijg je bijvoorbeeld 3 stukken bij elkaar. En als je hier een millimeter afhaalt, is het daar 2 millimeter. Maar die buitenrand moet precies evenwijdig blijven. Dus als er 1 keer af is, is het eraf. Ja. Dan is daarna de open haard. Wat is je planning? Wat moet er allemaal nog gebeuren? Planning is heel moeilijk. Planning is heel moeilijk. En vooral als het over de toekomst gaat.
Ik hoop dat december, januari, dat die gespoten wordt. Dus metaalgedeelte, treeplanken, spouwborden, motorkap. Dan tillen we hem dus gewoon de carrosserie van het chassis af. In die tijd ga ik de motor nog helemaal nalopen, de kabelboom aanleggen, et cetera. De auto is nu helemaal, voor zover ik weet, klaar voor de bekleden. Ik hoop dat hij juli 2014, dus 35 jaar nadat hij uit elkaar gehaald is, op de weg komt. Peter, wat een prachtig moment dat we nu in deze fantastische auto zitten. Want 2 jaar geleden hebben we de eerste opname gemaakt. En toen heb je me beloofd dat ik met hem mee mocht. Hij is nu klaar na 11 jaar werk en ontwerp. Er zijn er ooit 3 geweest van dit type als Woody. En dit is dus de enige MG VA die in de wereld rondrijdt. En dat mag jij vandaag meemaken. Nou, fantastisch, want hij ziet er echt uit. Ongelooflijk, wat een plaatje. Ja, het is genieten. Het is een beetje onwezenlijk dat het nu klaar is. Maar ja, het moet een keer af. En daar ben ik ook wel erg blij om. Want al dat soort werkstukken, op zeker moment moet je concessies doen. En zeg je van, nu is het ook af ook. En nu gaan we rijden. Wil, we gaan het nu vieren. Nou word ik echt zenuwachtig en dan ik de flessen open trek. Gaan we richten op het haantje van de kerk of wat wordt het? Ja, 1, 2, 3.